De eerste paranormale alternatieve gezondheidsbeurs is vandaag in het La La Roux gebouw geopend. De beurs is een initiatief van de stichting Parafocus, die als doel heeft het publiek bewuster te maken van vele gezondheidsmogelijkheden en natuurmiddelen die Suriname rijk is. Diverse ondernemers krijgen de gelegenheid om hun producten te verkopen. Enkele producten en diensten op de beurs zijn haar- en huidproducten, massages, tarot reading en yoga. Lydia Ezekiels van de stichting Parafocus gaat nader in op de doelen van de beurs. We willen eigenlijk een beetje met het spirituele dichter bij de mens staan. En het paranormaal gedeelte hebben wij onder de paragnosten die er zijn op de beurs, de numerologen, de tarotisten, maar ook de mensen van de meditatie, de yoga. Dat is een beetje het spiritueel gedeelte. Het gezondheidsgedeelte met alternatief, dat zijn de mensen die zelf hun producten maken. Dus haarproducten, huidproducten, maar ook zeepen. Die mensen staan allemaal op de beurs. Een van de ondernemers, Julia Mook, is blij met het initiatief van de stichting. Op deze manier krijgt ze meer bekendheid en kan ze haar producten verkopen. Als u hier ziet, hebben we verschillende oliën. Misschien hier. Coconut oil treatment is een olie voor uw haar. Het stimuleert haargroei. Is ook heel goed tegen milde haarroosjes. En mensen die last hebben van extreme haaruitval, mogen dit gebruiken. Maar natuurlijk hebben we ook verschillende andere olie. Dus stelt u voor, als iemand niet van een product houdt met kokosolie erin, hebben we andere met castorolie, met maripaolie en, ja, en olijfolie. Hier hebben we ook producten. U ziet hier Clear and Shiny Skin Moisturizer. Is een moisturizer, is heel goed tegen vlekken, puisten, striemen. En natuurlijk, het beschermt u ook tegen zonnebrand. En natuurlijk hebben we ook we hebben het ook in oliebasis. Niet ieder houdt van olie, dus vandaar dat we ook onze producten in een moisturizersbasis hebben verwerkt. De ondernemer Julia Mook op de Paranormale Alternatieve Gezondheidsbeurs over haar producten. De beurs is tot morgenavond opengesteld.